Hi, welkom bij SBQ. En natuurlijk leuk dat je weer kijkt. Vandaag maken we een stoof in de Dutch oven. Dus even klepjes af. Ja. Hoor hem eens. En die zijn we nu lekker aan het aanbraden. Lekker. Een ruppie. Een knoflook, uitje, van alles. Wil je weten hoe we die stoof maken in de Dutch oven? Blijf dan kijken. Onze stoof gaan we maken in de Dutch oven. Nou, je ziet, ik heb hem er al even opgezet. Ik kan er lekker wat temperatuur pakken. Die gaat even aan de kant. Dan gaat eerst een lekkere scheut olijfolie in. Kan ook natuurlijk zonnebloemolie, maar kijk, je hoort het al, hè. Als we een lekkere scheut olie hebben, zetten we die even aan de kant. Er staan wat ui in wat ringen. We kunnen gelijk erbij. Kijk. Hoeft niet zo heel fijn. Gewoon lekker erbij. Kunnen we die even een beetje kleur geven. Even erbij. Even snel een beetje roeren. Dan hebben we knolbootjes. Geef ze gewoon even een plets ook erbij. Gewoon erin zo. Meer is het eigenlijk niet. Die bakken we eventjes. Doe hem even dicht. Klepje dicht. En gaan we vlees snijden. We hebben een paar mooie riblappen genomen. Snijden we gewoon even een paar mooie bonken. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ze noemen het ook wel lappen van de chuck. Ja. Voor mij is het gewoon riblappen. Klaar. Gewoon een lekkere bonk. Even snijden. Die andere ook. Gewoon lekker wat bonken snijden. Wel een beetje haast maken. Dat ze natuurlijk in de Dutch oven erbij moeten. Die hebben. Pak je vervolgens. Lekker een rub die je zelf wil. Ja. Ik hou van onze eigen rub. De BenzBQ rub. Lekker wat erop gieten zo. Beetje doormengen. En hier zitten allemaal heerlijke smaak in. Als de rub erop zit, mag onze barbecue weer open. Het begint al lekker te ruiken naar ui en een knoflook. Dekseltje eraf. Kijk, dat gaat goed. Beetje roeren. En onze vleesjes mogen erin. Gewoon de bovenop zo. Dan gaan we lekker aanbakken in de Dutch oven. Dit gaat toch fantastisch. Dus groeit even een beetje aan, een paar keer roeren en doen we daar een beetje bloem erbij. Nou, dan gaan we even kijken hoe het gaat met onze vleesjes. Kijk, dat gaat mooi. Begin lekker aan te bakken, lekker aan te braden. En dan is het kwestie, gewoon lekker een paar eetlepels bloem erbij.
lekkere van bloem is, die moet je even aanbraden ook. Even aanbakken. En die bloem, die gaat straks binding geven aan onze jus, onze saus. Ja, alles mag erbij. Vindt goed. Dus die roer ook even door. Zoals ik zei, gaan we even aanbakken. Ja, je ziet al, het begint al een beetje droog te worden nu. Mooi. Gewoon nog even een paar minuten laten staan zo. Regelmatig even roeren. En dan kunnen we weer verder. Dan gaat fond erbij. Dan gaat er lekker een donker biertje bij. Moet een heerlijke stoof worden. Klepje doe ik even dicht. Gaan we zo weer verder. Nog een beetje roeren. Kijk. Je ziet. De bloem vindt lekker te bakken. En als het zover is, wordt het tijd dat we het vocht aan toevoegen. Lekker. Ik heb wat fond. Gooi het er gewoon bij. Fond geeft smaak. En natuurlijk een lekker donker biertje. Gaat er ook bij. Beetje roeren. Kijk eens. Dit gaat wel mooi worden. Als je nou ziet dat straks door de bloem dat hij te, hoe zeg je dat, de saus te dik wordt, kun je altijd een beetje water toevoegen. Voor de rest hebben we lekker een kruidenbootje gemaakt met verse oregano en wat tijm. En die gaan we er gewoon eventjes, tussen doen zo. Touwtje eromheen kunnen we straks mooi vinden. Dus wat mij betreft kan die deksel weer op die Dutch oven. Klemmetje eraf. Klep dicht. En strakjes gaan we verder. En dan gaan we wat bleekselderij en wat wortelen toevoegen aan onze stoof. Onze stoof staat er nu zo'n 1,5-2 uurtje op. We gaan die klep eens even openen. Ja. Je zou het moeten ruiken. Daar komt hij, hè. Kijk. Is goed, hè. Natuurlijk hebben we af en toe doorgeroerd. En dan zie je, hij gaat een klein beetje aankoeken aan de onderkant. Maar dat moet je dus juist losgrapen. Dat zijn je smaken. Wat we nou gaan doen, is dat kruidendingetje gaan we er even uithalen. Kijk, even makkelijk lukt. Ja, lukt wel. Zo. En dan gaan we toevoegen onze wortelen. Winterpijn in plakjes. En onze bleekselderij. Misschien vraag je je af, waarom doe je dat erbij? Dit zijn smaken. En zoals je kan zien, het wordt een klein beetje aan de droge kant. Dus ik heb een mooie kan water. Dus we dit doorroeren, gieten we gewoon lekker wat water erbij. Heel mooi. De juiste, hoe zeg je dat? De mooie, juiste jus krijgt. En als alles doorgeroerd is, mag onze klep er weer op. Die schraap even af. Pak het klepje erop. Hij kan erop. En ons klepje kan dicht. We gaan nog even door. Onze stoof ligt er nou een paar uurtjes op. Je ziet hij rookt lekker. Dat komt omdat een paar chunkies beuk eronder gegooid hebben. Hij is gewoon een beetje opgerookt. Na onze sessie van onze kabeljauw. Dus, het klepje gaat eraf. Kijk. Hij is wel een stoof, hè. Hij begint goed te worden. De groenten beginnen ook goed gaar te worden. We halen zo'n blokje eraf. En eigenlijk is de bedoeling. Deze leg ik heel even hier neer. Dan kan ons klepje weer terug. Deze stoof maak je voor de volgende dag. Dus zometeen kun je gewoon je schuiven uit. En morgenochtend heb je echt oma's draadjesvlees. Met een ultieme smaak. Of ultieme smaak, moet ik zeggen. We gaan kijken hoe die is. Wat heet. De smaak begint al te komen. Goed man.
trekt alleen nog wel verder in. En morgen... Je ziet, het begint lekker te sneeuwen. Nou. Hoe moet je het zeggen? Een lekkere windstoof. Kijk. Zoetje erbij. Ja. Top. Wordt geweldig. Blijf kijken. Onze stoof staat er nu zo'n 4-5 uurtjes op. We gaan eens even kijken hoe het ermee gaat. Deksel van de Dutch oven. Ah ja, dat wil je zien. Even doorroeren. Kijk. Goed toch? We pakken een bordje. En van het vlees. Kijk. Mooi toch? Beetje wortel. Nog een scheepje erbij. Lekker toch? Onze winterkost. We gaan proeven. En ja, zoals ik al zei, onze winterkost. Misschien kun je het zien op de camera, het sneeuwt. We gaan vlees proeven. Ik heb geen vorkje erbij. Ik ga gewoon kijken hoe het rundvlees is. Het is heel zacht. Mos. Ik proef de rub. Onze winterbeen. Goed man. Dekselderij. Als je het leuk vond, geef een duimpje omhoog. Stoofvlees in de Dutch oven. Met winterpeen, wat bleekselderij. Natuurlijk wat lekkere kruiden. Ja. Geweldig in de sneeuw. Ja, het weer nog meer. Leuk toch? Winterlandschap. Winterbarbecue. Gewoon lekker buiten koken. Ik zie je volgende keer. Top, mensen, voor Kiel.